Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Zoals jullie in de Action Shop blog hebben kunnen zien, heb ik weer nieuwe make-up geshopt. Ik heb hier een bakje voor mij met allemaal nieuwe dingetjes erin. En dat wil ik samen met jullie gaan uitproberen. Mocht je dit nou nu al een leuke video vinden of vaker dit soort video's willen zien, geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zou je mij heel blij mee maken. Vergeet ook niet het belletje even aan te zetten, zodat je een melding krijgt iedere keer als ik iets upload. En dan gaan we gauw beginnen. De meeste producten die ik heb gekocht zijn van Max & More. Het enige wat niet van Max & More is, is het oogschaduwpaletje. Die is van de Fab Factory. Volgens mij zijn dat voornamelijk de oogschaduwpaletten die van dit merk zijn. Dan beginnen we met de Max & More Face Primer. En het is een mattifying primer. Dan ziet hij er zo uit. In een glazen flesje. Wij krijgen 27 milliliter aan product. Ik zal trouwens, als ik de prijzen kan vinden, de prijzen even in beeld zetten van alle producten. Want daar vroegen jullie de vorige keer om. Dus als ik de prijzen kan vinden, dan zet ik ze in beeld. Ik schud hem maar even. Ik weet eigenlijk niet of dat moet, maar ik doe het gewoon. En dan... ziet het er zo uit. Het is geen hele specifieke geur. Nou, of ik het nou tot nu toe heel matterend vind. Ik zie toch nog steeds een behoorlijke shine. Het voelt heel... het voelt een beetje plakkerig. Ja, ik vraag me... Als ik heel eerlijk ben, vraag ik me af of dit nou echt iets voor mijn huid gaat doen. Ik vind hem in ieder geval niet heel matterend. En dat is wel wat erop staat. Ja, het staat er echt mattifying. Misschien dat als mijn foundation eenmaal is aangebracht, dat ik denk, oh ja, tuurlijk. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik hem een beetje aanvoelen alsof mijn producten die ik hier overheen ga aanbrengen, alsof dat gaat verschuiven. Dus... ik denk niet dat ik groot fan ben van de primer. Maar we gaan de rest erop aanbrengen en dan zullen we wel zien wat ik er vervolgens van vind. Dan gaan we door met het tweede product en dat is de matte foundation. Die heb ik in de kleur 121 gekocht. Dat was een enorme gok. En toen kwam ik thuis en toen zag ik het in daglicht en toen dacht ik, oh, die is misschien wel wat roze. En inmiddels zelfs misschien wel wat licht. Maar we gaan het gewoon proberen. En mocht dan de kleur niet helemaal goed zijn, ja, nou ja, dat is dan jammer. Het was wel allemaal heel goed gesield trouwens. Maar alle producten. Want de foundation zat in een plasticje en er zit dan nog zo'n sealtje overheen. En de rest zit eigenlijk ook allemaal in een plasticje. Of in een zo'n verpakking. Dus je weet zeker dat het niet gebruikt is. Dat vond ik wel heel fijn. Oh nou, hij is volgens mij niet te licht. De ondertoon is niet helemaal zoals die zou moeten zijn voor mij. Maar ik denk dat het wel meevalt. Het uitblenden doe ik wel gewoon met mijn eigen spons. Want dan weten we zeker dat het niet aan de spons ligt als het niet werkt. Oh ja, hij is wel te licht. Ja, en of die te licht is. Ik vind hem helemaal niet zo heel verkeerd als ik heel eerlijk ben. Hij is inderdaad wel redelijk mat, maar ik vind hem niet lelijk mat. Ik vind hem niet uitdrogend ogen of uitdrogend voelen. Ik vind de dekking best wel oké. Hij is niet volledig dekkend, maar ik denk wel dat als ik nog een laagje zou aanbrengen, dat hij wel volledig dekkend zou zijn. Dat ga ik niet doen, omdat het ten eerste van mij gewoon niet hoeft. En ten tweede denk ik dat het er dan niet mooier op wordt. Maar het is toch echt wel een goede medium dekking. Ja. Ja, de kleur is hem niet helemaal. Ik lijk wat rozig nu. Hij is wat te licht. Maar ik vind het product zelf echt niet verkeerd. Ik ben benieuwd hoe de kleur gaat zijn in de winter.
Dan ben ik echt wel behoorlijk wat lichter, want ik ben voor mijn doen best goed gekleurd deze zomer. Dus ik ben benieuwd wat hij in de winter gaat doen. Dan ga ik hem nog even een keer proberen en dan moet ik maar even kijken. Maar als dan de kleur wel goed is, dan denk ik wel degelijk dat ik hem ga gebruiken. Want ja, ik vind het een mooie foundation. Dan breng ik even concealer aan, want daar heb ik geen nieuw product voor. En dan gaan we daarna door naar het volgende. Oké, dan gaan we door met het volgende product. Daar verwacht ik niet al te veel van. En dat is voornamelijk omdat er parfum in zit. Dat is de Berry Sweet Setting Powder in de geur aardbei. Ik vind dat een setting powder geen geur moet hebben. Omdat je het over je hele gezicht gaat aanbrengen. En parfum gewoon niet al te best voor je huid is. Maar goed, ik ging nieuwe producten van de Action testen. Toen zag ik deze, toen dacht ik, ja, dan kan ik die natuurlijk niet laten liggen. Dus we gaan hem wel proberen. Ja, hij is inderdaad een hele lichte aardbeiengeur. Dan doe ik een beetje in de deksel. Zo. Pak ik een klein beetje met mijn onderoogkwast, hoe noem je dat? De geur aardbei is ook gelijk de kleur. Ze hadden nog een kleur. Maar weet ik even niet meer welke. En die had daarmee ook een andere geur. Bij mijn Action waren er twee kleuren. Ik weet niet of er meer kleuren bestaan of dat dit het gewoon is. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, de geur vind ik niet super storend. Hij laat een klein beetje een witte baas achter, maar... ook niet zo erg dat ik dat nou heel storend vind, moet ik eerlijk zeggen. En volgens mij heeft hij mijn onderogen wel goed gezet. Ik ga het op de rest van mijn gezicht aanbrengen. En dan kijken we nog even een keer wat ik ervan vind. Ja, hij heeft mijn make-up volgens mij wel goed gezet. Ik ben nu wel nog bleker dan dat ik na de foundation al was. Dus ja, hij heeft echt wel een witte waas. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Maar goed, we gaan nog bijbronzen, noem het. Dus, nou, dat. Oké, dan gaan we door met het Brons en Highlight palet. En die heb ik in de kleur 505 Goddess Glow. Er moest even schaar aan te pas komen, maar het is gelukt. Dan is dit hoe de verpakking eruit ziet. Ik vind het best een mooie verpakking, moet ik heel eerlijk zeggen. Het voelt echt wel goed aan. En dan zijn dit de kleuren. Hij is vrij subtiel, maar ik vind hem niet verkeerd. Hij is wel op te bouwen. Ten eerste instantie dacht ik, komt er ook iets van af? Maar nu zie ik wel degelijk dat er product van afkomt. Het is alleen niet zo heel veel in één keer. Maar op zich vind ik dat niet vervelend. Ik breng altijd liever wat vaker iets meer aan. Dan dat er in één keer heel veel product van afkomt. Dat het heel gepigmenteerd is en dat je het, nou ja, niet meer te blenden krijgt. Ik vind de kleur ook mooi. Hij is heel natuurlijk voor mij. Hij valt helemaal niet zo heel erg op. Maar hij bronst mijn gezicht, nou ja, net voldoende. Ja, wat ik zeg, hij is echt wel goed op te bouwen. Want ik heb nu wat meer aangebracht en ja, nu zie je hem prima. Nu zie je echt wel overduidelijk dat ik bronzer heb gebruikt. Maar als je het iets subtieler wilt, dan kan dat dus ook. Ja. Dan doe ik tussendoor even een beetje blush. En dan gaan we door met de highlighter in het paletje. Ook vrij subtiel. Maar ik ga er eigenlijk vanuit, aangezien dat bij de bronzer ook kon, dat je deze ook wel kan opbouwen. Ja, kijk. Ja, laat de textuur op je huid wel wat extra zien. Maar ik
vind hem wel mooi hoor. Ja, zeker voor zo'n goedkoop paletje. Vind ik hem echt wel heel mooi. Ik vind de bronzer goed. Ik vind de highlighter goed. Ja, ik vind dit echt een aanrader. Dan gaan we door naar de wenkbrauwen. En daarvoor heb ik het Precision Brow Pencil. En die heb ik in de kleur blond. Ik hoop dat die kleur goed gaat zijn. En dat die niet te warm wordt. Maar wat ik zag op de verpakking, zag het er best oké uit. Er zit een spoelie aan. En dan heb je aan deze kant zo'n heel dun potloodje. Dan kam ik mijn wenkbrauwen eerst even een beetje door. En dan kleur ik ze in. Het puntje gaat wel snel. Ik heb nu mijn tweede wenkbrauw nog niet eens af. En ik moet hem al opdraaien. Dus het is geen heel zuinig product. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ook hier ben ik wel weer over te spreken. Ik vind de kleur best goed. Ja, ik merk dat steeds meer goedkopere merken de kleur blond beginnen te begrijpen. Want het was namelijk altijd zo dat de kleur blond was altijd, ja, eigenlijk gewoon een beetje oranjig. Dat was veel meer de kleur voor iemand met rood haar. En inmiddels beginnen ze te begrijpen dat de kleur blond iets assiger is. Dus ja, ik vind het best een goed potloodje. Wat ik zeg, hij is niet heel zuinig. Dus ik denk dat je er vrij snel doorheen bent. Maar ja, het product is op zich goed. Hij brengt mooi aan. Hij is goed gepigmenteerd, maar niet overgepigmenteerd. Het puntje vind ik op zich dun genoeg. De kleur is goed. Dus ja, ook hier ben ik wel weer tevreden over. En dan gaan we gauw door met de ogen. En daar heb ik dus dit paletje voor. En die ziet er dan, oh, er zit zo'n kwastje in. Die doen we weg. En dan is dit het paletje. Ja, we gaan er een look mee maken. En dan gaan we beginnen met deze lichtgrijze kleur. En die kleur is gelijk van mijn kwast verdwenen. Dus je moet niet te hard aftikken. Ik heb nieuw gepakt. En die kleur brengen we aan in de arcadeboog. Ik vind het niet zo'n mooie kleur. Hij is een beetje groenig. Het is geen echte grijs. Ja, het pigment is ook niet heel denderend. Nou ja, zomaar. Durf ik dan die donkere grijs? Ja, zie je, het is echt een beetje groenig. Het is geen grijs. Dat is deze kleur. Dan moet ik wel heel eerlijk zeggen dat die in de pen ook wel wat groener is. Ja, de swatch van die eerste kleur is wel. Ja, er zit ook wel wat groen in, moet ik eerlijk zeggen. Nu ik het zo zie. Ja. Ik ga die andere grijs-blauwige, ja, wat wil je het noemen? Die kleur. Die pak ik met diezelfde kwast. En het lijkt wel alsof die een stuk gepigmenteerder gaat zijn. Dus dat ik spijt krijg dat ik er zo hard in ben gegaan. Maar die breng ik hier aan. En die blend ik dan ook de arcadeboog in. Ja, die is een stuk gepigmenteerder. En wel een mooiere kleur overigens. Ik vond die eerste kleur een beetje viezig ogen. En ik vind deze echt wel, ja, het is gewoon een mooie kleur. Mooie grijsblauwige kleur. Ik pak even een schone kwast. Met die schone kwast ga ik proberen de randen iets te blenden. Met die kwast pak ik een beetje van die lichte matte kleur.
Kijken of ik het daarmee dan een beetje kan uitblenden. Of dat iets beter gaat. Daar is het wel iets beter op geworden. Maar helemaal denderend vind ik het nog steeds niet hoor. Dan hebben we de keuze uit een aantal shimmers. Dit is een shimmer, dit is een shimmer, dit is een shimmer, dit is een shimmer en dit is een shimmer. Die wittige, die wil ik proberen in mijn binnenste ooghoek. Dus die laten we even. En dan heb ik de keuze tussen deze blauwige, deze blauwgroenige en deze, ja, wat is dit? Donkergrijs. En dan zijn dit die kleuren. Dat ziet er op zich best oké uit, moet ik eerlijk zeggen. En dan denk ik dat we gaan voor die. Ja, die shimmerkleur is dan weer niet verkeerd. Dan pak ik die eerste kwast weer en daar ga ik een klein beetje mee over de randen. En dan pak ik een klein kwastje. Even kijken, deze. Pak een klein kwastje. En dan pak ik dan die witte shimmerkleur mee. En die breng ik dan aan in de binnenste ooghoek. Ja, dat ziet er best mooi uit. Ja, dat is niet verkeerd. De shimmerkleuren, die zijn best goed. Die matte kleuren, die zou ik lekker overslaan als ik jou was. Daar moet je heel hard voor werken om niet zo'n heel best resultaat te krijgen. Dus dit paletje vind ik niet helemaal een aanrader. Ik heb even een beetje mascara opgedaan en dan gaan we door naar het laatste product. En dat is de Liquid Lipstick, ook van Max & More. En die heb ik in de kleur 352 Shy. Dan is dit de kleur. Ik denk niet dat die heel best bij de ooglook gaat passen, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we weten hoe het product gaat zijn. Ik vind de kleur mooi. Ik heb er geen lipbalmpje onder aangebracht. Dat doe ik normaal gesproken wel bij liquid lipsticks. Omdat ze dan iets minder uitdrogend voelen over het algemeen. En er iets minder uitdrogend uitzien. Dat heb ik nu niet gedaan. Omdat ik gewoon wil weten hoe die functioneert zonder lipbalm. Ik denk niet dat die heel veel verder gaat drogen dan dit. Hij is dus ook niet kissproof. Maar ik vind hem wel mooi. En het is niet dat hij zoveel afgeeft. Dat hij zo creamy is. Dat ik hem niet te dragen vind. Maar het is geen liquid lipstick, denk ik, die helemaal mat en droog wordt. Opdroogt, je snapt me. Maar ik vind de kleur wel heel mooi. En ik vind het eigenlijk ook wel een goed product. Hij wordt nu wel iets matter trouwens. Misschien moet ik hem nog heel even laten drogen. Oké, we zijn 2 minuutjes verder. En ik denk, inmiddels is hij helemaal opgedroogd. En dan is hij wel kissproof. En dan is dit hoe die eruit ziet. Ik vind hem best mooi. Hij voelt niet uitdrogend. Hij ziet er niet uitdrogend uit. Maar hij geeft dus niet af. Ik denk dat zodra je gaat eten en drinken, dat hij er wel af gaat komen. Maar ja, ik vind hem best wel heel goed eigenlijk. En weer, zeker voor dat geld, ziet het er goed uit. Dus ook hier ben ik wel weer heel tevreden mee. En vind ik echt wel een aanrader. Dan waren dit alle producten. Ik vind het een succes. Ja. Op het oogschaduwpaletje na vind ik eigenlijk niks slecht. Het oogschaduwpaletje, ja, weet je wat ik net al zei, de shimmers zijn echt wel oké. Die zien er best mooi uit, maar die matte kleuren, dat is het gewoon niet helemaal. Ze blenden gewoon niet helemaal lekker. Ik vind de kleuren gewoon ook niet zo heel mooi. Ze brengen niet zo mooi aan. Dus het oogschaduwpaletje zou ik skippen. De primer, daarvan denk ik gewoon niet dat het heel veel voor mijn make-up en voor mijn huid gaat doen. Hij heeft de rest ook niet verstoord. Ik was in het begin een beetje bang dat mijn make-up er niet lekker op aan zou gaan brengen. Dat het zou gaan verschuiven. Dat is niet gebeurd. Het ziet er echt wel oké uit. Het ziet er echt wel goed uit. Maar ik denk gewoon niet dat de primer heel veel doet. Dus zal ik ook niet zo heel gauw nog een keer gebruiken. De poeder vind ik best oké. Ik vind het alleen jammer dat er parfum in zit. En daarom zal ik hem waarschijnlijk niet meer gaan gebruiken. Maar ik vind het geen slecht product.
Het ziet er best wel oké uit. Hij heeft mijn gezicht prima gezet. Volgens mij zijn mijn onderogen... Ja hoor, mijn onderogen zijn nog steeds prima gezet. Dus dat heeft hij goed gedaan. Hij heeft zijn werk gedaan. Ik vind het alleen niet prettig dat er parfum in zit. En dan deze vier producten. Ja, die vind ik gewoon wel goed. Deze vier. Het wenkbrauwpotloodje, het bronzer en highlighter duo... De liquid lipstick en de foundation vind ik echt hele goede producten. Zeker voor het geld. Ik ben echt wel heel tevreden met deze producten. Dus ja, ik vind dat Max & More dat best goed gedaan heeft. Dan was dit het einde van de video alweer. Dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zou je mij heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!